ben oud-journalist Kees Labeur. In 1982 ging ik voor de NCV-televisie naar het Duitse Hagen, waar een heropening was van het Sobibor-proces tegen een van de grote beulen daar, Karl Frenzel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot de overgrote groep Nederlanders hoorde die eigenlijk geen idee hadden wat Sobibor was. Auschwitz, dat zei ons wat. Sachsenhausen, Dachau. Maar Sobibor, dat was eigenlijk een vaag begrip. In de hal van dat gewestgebouw in Hagen ontmoet ik een kleine, intelligente, stevige man. Jules Schelvis. Hij was er ook op een bijzondere manier terechtgekomen. Namelijk via een verjaardagspartijtje in Australië, waar hij op bezoek was bij zijn zuster. Daar ontmoette hij Saskiel Mensje, een van de weinige overlevenden van Sobibor, en die vertelde hem dat hij een oproep had gekregen voor het proces in Hagen, maar dat hij eigenlijk er niet goed heen durfde, omdat hij nog steeds bang voor Duitsers was. Jules zei, ik zal zorgen dat ik er ben, ik zal je helpen, ga maar. En zo kwam eigenlijk Schelvis ook in Hagen bij dat proces terecht. Daar hoorde hij, ook als een van de weinige overlevenden van dat kamp, welke gruwelijke details zich daar hadden afgespeeld. Voor het eerst hoorde Schelvis dat. En zo kreeg hij ook een beeld wat er bijvoorbeeld was gebeurd met zijn vrouw Rachel en zijn schoonouders, die daar nog dezelfde dag van de aankomst in de dood werden gedreven. Daar ook besloot hij dat hij over Sobibor de onderste steen boven zou krijgen. En dat heeft geleid onder meer tot dit standaardwerk. Het boek Het vernietigingskamp Sobibor. Maar het heeft vooral ook geleid tot een groot aantal lezingen, televisieoptredens, speciale publicaties, allemaal in het teken van Sobibor. En vooral met als enig doel te zorgen dat de naam Sobibor nooit meer vergeten zou worden. Nee, dat die een belangrijke rol zou gaan spelen in wat mensen zich van de Holocaust moesten voorstellen. Ik ben blij dat ik daar een heel klein steentje aan heb mogen bijdragen. En met mijn grote reportage over het proces, maar vooral ook in al de jaren daarna dat ik met Jules contact heb gehouden. Zo hielden wij onder andere lezingen waarbij ik in ruim een uur hem aan de hand van filmfragmenten door zijn leven kon meenemen. Dat was een grote opgave, want het was natuurlijk een veel bewogen leven. Maar daarmee konden wij ook voor een wat groter publiek duidelijk maken wat er in Sobibor was gebeurd en wie Jules Schelvis was. Dat heb ik altijd als heel belangrijk ervaren. En ik wil eigenlijk voor deze korte bijdrage nog even terug naar waar het allemaal begon. Naar Hagen, naar het proces en wel naar de laatste woorden van Jules in het pleidooi wat hij mocht houden als nevenaanklager. Dat mocht destijds in Duitsland. Dan was je naast de openbare aanklager mocht je als nevenaanklager optreden. En in de woorden, de laatste woorden die hij daar sprak, daar spreekt eigenlijk alles uit van wat Jules na 82 met zijn leven heeft gedaan. Ik pak het er nu even bij. En die woorden zijn: voor een niet ingewijde is het moeilijk te begrijpen hoeveel inspanning en tranen het gekost heeft mij nog eenmaal in de hel van Sobibor te verplaatsen. Ik zag het als mijn plicht dit werk uit naam van de Joodse getuigen te doen, maar niet in de laatste plaats uit naam van mijn geliefden die in Sobibor werden vermoord en uit naam van de naamlozen die geen stem meer kunnen verheffen. Hier heb ik niets aan toe te voegen.